Ja, Seurat is toch is wel een droom, hè? Omdat het zo'n, dat hij zo'n klein oeuvre heeft nagelaten, het over de hele wereld verspreid is, je hier en daar wel een werk ziet. En het Kröller-Müller heeft 5 prachtige schilderijen van Seurat en dat is ook de basis voor de tentoonstelling. En ja, je zal wat je nu hier bij elkaar ziet, zul je niet zo gauw weer ergens zien. Dat is inderdaad toch wel uniek te noemen. Gezicht op Honfleur, inderdaad de haven van Honfleur. En hij heeft zelf daarover gezegd dat hij het niet voltooid heeft, omdat na 8 dagen de boot, de zwarte boot die het hoofdmotief is van het schilderij, uitvoer. Op zich is er geen reden waarom hij het schilderij niet had kunnen voltooien, want hij maakt het eigenlijk altijd pas in zijn atelier weer af. We weten niet precies waarom hij dat niet gedaan heeft, maar je kan daar wel zien dat hij begint met veel grovere toetsen op het doek en pas later dus echt die waas van puntjes aanbrengt. Dus in die zin geeft het wel inzicht, is het interessant voor ons omdat je kan zien hoe die werkte. We hebben de 4 laatste zeegezichten die Seurat maakte in Gravelines, dat was de laatste zomer in 1890. Nou, die serie die is nog maar 1 keer samen te zien geweest. In Indianapolis, het museum wat ook een van die werken uit die reeks heeft. Maar het geheel genomen, zoals het hier hangt, nee, dat is nog nooit bij elkaar getoond. Is dit het klapstuk van de tentoonstelling? Ja, toch wel. Le Chahut en Le Cirque. Le Cirque uit Musée d'Orsay in Parijs. Een werk wat ook eigenlijk bijna nooit reist. Het is heel bijzonder dat het hier is. Het is ook een heel monumentaal doek ook. En eigenlijk vormen die twee, Le Chahut en Le Cirque, een soort tegenhangers van elkaar. Het zijn de 2 laatste grote figuurstukken die Seurat maakte. En beide hebben een thema uit het Parijse amusementsleven. Hij maakte tekeningen en olieverfschetsen ter voorbereiding. Daar zie je dus een klein olieverfschetje voor Le Chahut. En die gebruikte hij zeg maar, als een soort geheugensteun voor het definitieve doek. En vermoedelijk begon die met beduidend grovere penseelstreken. We zijn daar 1,5 week mee bezig geweest ongeveer met de inrichting. En dan, ja, iedere dag is het weer alsof er een cadeautje wordt uitgepakt. Zo voelt het? Ja, dat voelt zeker zo, ja. Ja, ja. En heel veel werken heb je wel ooit wel eens gezien, maar ook sommige echt niet. En dan ineens komt dat allemaal bij elkaar en ga je ook zelf echt kijken en vergelijken. En dat is het unieke van deze tentoonstelling, dat je dat kan doen. Dat je ook al die werken bij elkaar ziet en inderdaad kan vergelijken. En ja, dan blijkt hoe uitzonderlijk dat werk toch is.